De afgelopen week begonnen ze ineens massaal te kwaken. De kikkerpopulatie in de vijvertuinen van Ada Hofman, nabij Gamsbergen. Een hels kabaal. Al die tientallen, honderden, duizenden. Ja, hoeveel kikkers eigenlijk? Nou, ik denk dat het zo'n beetje 1.500 zijn. En dat is de kleinste kikker. Die begint in het vroege voorjaar al zijn opmars te maken. En straks zijn er bijna 3000 kikkers, omdat er 3 soorten zijn. Dus de kleinste kikker, de middenkikker en de grote meerkikker. En de grote meerkikker die komt pas eind mei uit zijn holletje. Die slaapt nog. Waarom doen die kikkers dat nou eigenlijk, dat hele harde kwaak wat je nu hoort? Dat is de roep om zich te verzamelen voor de paring. En de mannetjes wachten af tot alle kikkers zich verzameld hebben. En op een gegeven moment zitten ze bovenin die Kaapse waterleden, dat zijn die witte bloemetjes. En daar is het heel warm. De warmte blijft daar een beetje hangen, zodat ze daar hun dril tussen kunnen leggen. Bent u nou ooit met een paar kikkers begonnen? Ja, van elk soort heb ik 10 kikkers meegenomen van mijn oude adres uit Vaassen. En die heb ik hier al in de tuin uitgezet. En toen kikkerdril kwam, toen hebben we dus dat dril allemaal verzameld en allemaal in aparte vijvers gezet, zodat er dus geen vissen in zaten die het dril zouden opeten. En op een gegeven moment, toen kwamen er zoveel kikkers dat we moesten daar vijanden tegenover zetten, want het was vreselijk. Ze kwamen zelf mijn huis binnen als ik de deur open had staan. En ja, het was een beetje te veel van het goede aan het worden. Hoe lang houdt dit gekwaak nou nog aan eigenlijk? Dat duurt ongeveer 4 dagen en 4 nachten. Dat is echt constant, dus dat concert. En dan komt de dirigent. En dat is dat dan? Ja, dat is iets heel mysterieus. Kikkers kwaken hebben echt een hele toon, zeg maar. En in één keer is het stil. En het is niet de ene vijver, nee, alle vijvers zijn in één keer stil. En dat is heel typisch, dat is niet te verklaren. Ik heb er geen verklaring voor. Dat is heel bijzonder. En in één keer beginnen ze weer en het is weer helemaal stil. Ik ben altijd verliefd geweest op een kikker. En waarom? Omdat ik vroeger geen vriendjes had. En als ik bij school kwam, ja, dan was het eerste, waren mijn kikkers, die waren aan de beurt. En dat was een, ze waren helemaal mak. Kust u dan op kikkers? Nee, hoor, zo ver ga ik niet hoor. Nee, zo ver ga ik niet. Nee. Kunt u zich nou een leven zonder kikkers voorstellen? Nee, want voor mij is het... Het concert van de kikker is voor mij het voorjaar. De mooie bomen die bloeien, want nu is de tuin op zijn mooist. Want de meeste mensen komen hier in de zomer, maar in het voorjaar is de tuin op zijn mooist. Alle bomen bloeien, alle bollen hebben gebloeid, het is alweer over. Al die prachtige dotters, het is één feest van kleuren, tere tinten. Maar ook de vogeltjes, hè. En we hebben de ijsvogel in de tuin broeien. En dat vind ik, broeder, dit is heel bijzonder.